zou die wind, mocht die sterker geweest zijn, wel een zeer beslissende rol hebben kunnen spelen. Maar de wind is er af en toe wat geweest. Het is nagenoeg droog gebleven. Ook laten we het even bij de weerberichten houden. Het is nagenoeg droog gebleven de hele tijd. Af en toe een paar druppels, maar niks om zich druk over te maken. Dus nog altijd onze drie leiders hier met zeer kleine voorsprong nu. Peter de Klerk, Wim van Einde, Luc Roze en ze worden op dit moment bijgehaald. In de context die Mark daarnet heeft aangegeven was het misschien zelfs paradoxaal dat uitgerekend Rozen, de Klerk en Van Einde voorop reden. Rozen en de Klerk toch bekend om hun klimmerskwaliteiten. De Klerk nog bergkoning in de pas geëindigde ronde van Zwitserland. Maar dat heeft dan te maken met... Walter Godefroot dus weg bij Lotto en van die ploeg nam hij ook een pak goede renners mee, zoals Carlo Bomans, Michel Dernis, Patrick Robeets en Jan Goessens. De opvolger van Godefroot bij Lotto is Jean-Luc van den Broeke, een debutant. Zijn ploeg is verzwakt, maar hij houdt Benjamin van Itterbeek hopelijk geen eeuwige belofte. De klassieker van de kermiskoersen. Maar Kooskamp is de jongste jaren veel minder kermis en alleen nog koers. Vroeger stonden de hamburger- en frietkramen tot in de wijde omgeving. Nu is er alleen nog drukte in het centrum van Kooskamp. Zelfs de planken van de boekmakers zijn van het straatbeeld verdwenen. Het gokken gebeurt nu binnen kamers. Goed genoteerd stonden alvast Carlo Bomans, de Belgische kampioen, Etienne de Wilde, de vorige Belgische kampioen, en Eddy Plankaert, de man die dit jaar Belgisch kampioen had moeten worden. Maar er werd ook getipt op de typische kermiskoerscoureurs, à la Jan Bogaert bijvoorbeeld. De eerste wedstrijdhelft wordt gekenmerkt door een ontsnapping met 6. Achteraan Johan Museeuw, de man in vorm, dan Herman Frison, Ferdi Dirks, Patrick Verplanken en vooraan Hendrik Redant, ook een te duchte man in dit soort koersen. Hun voorsprong loopt op tot 2,5 minuut. Maar de Hitachi-ploeg ontketent de reactie en halfweg worden de vroege vluchters bijgehaald. Lang blijft het niet rustig. Paul Verschuren trekt in de aanval en krijgt 6 man mee. Dirk Clarisse, alweer Hendrik Redant, Edwin Bafkomp, Johan de Vos, Luc van de Vel en Etienne de Wilde. Alain de Schacht weekt nog wel een groepje van 9 uit het peloton los. Vooraan wordt er te veel gepraat, de achtervolgers komen terug en we hebben 15 leiders. Dat is te veel, vindt Dirk Clarisse en de snelle man uit La William ploeg trekt alleen in de aanval op zowat 25 kilometer voor de aankomst. Dat is dan weer te ver. En bij het ingaan van de laatste ronde wordt hij gegrepen door de helft van de leidersgroep. Van Einde, de Mol, Heirweg, Johan de Vos, Verplanken, Van de Vel en de Wilde. Etienne de Wilde, de snelste spurter, kiest voor de aanval samen met Luc van de Vel. Een mooi duo is dat, want vorig jaar werden ze allebei Belgisch kampioen. De Wilde bij de profs, Van de Vel bij de amateurs. De 28-jarige neoprof uit Brecht komt duidelijk tekort tegen de snelle spurter uit Laarne. Etienne de Wilde wint voor Luc van de Vel. Herman Frison wint de spurt voor de derde plaats. De Belgische kampioen van vorig jaar is dit jaar dus de kampioen van Vlaanderen. Over 215 kilometer van Charleroi naar Oostende. De enige hoogtepunten waren de knelpunten en de beklimmingen. Bij de vele toeschouwers Claude Criquelion hier in zijn woonplaats. Twee Akkeren Criquelion nog actief in de natuurcriteriums, niet in de Thorout Werchter Classic. De eerste beklimming, de Kruisberg is dat, voorbij Ronse. Met hier deze man Jim van der Laar als eerste boven. De volgende berg is de Tiegenberg en daar gaat zijn ploegmaat van Kersbulk. Kurt van Kersbulk die komt daar eerst te boven voor Marc Sergent. Laurent Fignon zit in de tweede groep met wat hoofdpijn, maar zal later toch kunnen terugkeren. De enige aanval die een beetje succes heeft gekend was die van Ludo Peters. Ludo Peters zien we hier in beeld. Hij krijgt zo dadelijk het gezelschap van twee andere renners. Ferdi Dirks uit de ploeg van Walter Godefroot. En dan Janssens uit de Boccaccio-ploeg. Maar ook die ontsnapping houdt niet lang stand. Na 10 kilometer komt alles weer samen. De enige goede ontsnapping is die in de voorlaatste plaatselijke ronde. 10 man weg. Johan Museeuw, Adrie van der Poel, Peter Huygen, Philippe van Voren, Peter Harings, Solleveld, Gelfi, Rose d'Amerikaan Norman en Rudy Patrie. Dit is het peloton nog. En zo dadelijk gaan we weer naar voren, naar de 10 leiders. Met achteraan in uw beeld hier de Amerikaan Norman. De enige goede ontsnapping dus in de wedstrijd, een saaie wedstrijd, we zegden het al.
We gaan naar de laatste rechtslijn en één man is weg. Rudy Patry, hij ontsnapt uit het 10-man sterke groepje en komt als eerste over de streep. Rudy Patry wint dus deze tweede rit in de Ronde van België voor Johan Museeuw, Peter Harings, Adrie van der Poel, Elvis Nomen, Peter Huigen, Luca Gelfi, Gerrit Zolleveld, Philippe van Voren en Nico Rozen. Gewonnen door Ferdi Dieriks. En vanmiddag was er dan een individuele tijdrit over 20 kilometer. Het strand lag er vanmorgen nog verlaten bij toen de renners om 9 uur al Oostende verlieten. Van Oostende ging het naar de Westhoek, het Heuvelland met enkele klimmetjes en zo naar de aankomstplaats Roeselaren. Dit is de Nederlander Erwin Nijboer. Slecht weer, vanmiddag nog een tijdrit en de grote namen die de TW-klassiek zien als voorbereiding op het wereldkampioenschap. Dit is een rit voor vrijbuiters. Eerst Nijboer, na hem 12 man met Kurt van Kersbulk, Guy Rooms. Helemaal vooraan Ginder Flup van den Branden. Italiaan Caroli, van Kersbulk opnieuw, Frank Hoste. Italiaanse sprinter Paffi, Ferdi Dieriks, Bruineel die leider wordt van de Laar. De Nieuw-Zeelander Daalberg, Danny Janssens en Verbeke. Tijdens de afsluitende plaatselijke ronde gaan drie man weg. Flup van den Branden, dan Ferdi Dieriks en tenslotte Jim van der Laar. Van den Branden op papier de snelste probeert zijn medevluchters te verrassen. Van der Laar is eraf, hij speelt niet meer mee. Van den Branden heeft door zijn demarrage zijn kansen verbeurd. En zo gaat de zegen naar Ferdi Dieriks. Het is zijn eerste overwinning in drie profseizoenen. Ja, Flup van den Branden heeft geattaqueerd, moet ik zeggen, op een 7,8 meter voor de aankomst. En ik ken Van Laar, we waren allebei een beetje verrast. Van Laar zat op kop. En ik heb op dadelijk om 12 gesmeten en het heeft misschien 300-400 meter geduurd. Hier dat kun je in het wiel komen zijn. En ik heb dan de laatste 100 meter, 150 meter ben ik er voorbij gekomen. Torhout Werchter Classic. Eerst reden de renners vanuit Oostende naar Roeselaren, een rit van 145 kilometer. Dan volgde nog een 20 kilometer lange individuele tijdrit door de straten van Roeselaren. Dit zijn de drie koplopers in de laatste kilometer van het eerste ritgedeelte van morgen. Flup van den Branden, Jim van der Laar en Ferdi Dieriks. Dieriks wint de spurt voor Flup van den Branden en Jim van der Laar wordt derde op 8 seconden. Maassen. Hier overigens een ploegmaat van Sean Yates. Ja, het zijn zijn ploegmaats die nu moeten gaan achtervolgen. Die de achtervolging moeten gaan leiden. Die er moeten zorg voor dragen dat de verschillen niet te groot zijn. Daar hebt u hem. Die gele trui, dat is Sean Yates. En hier vooraan, dat is Ferdi Dieriks met de roze trui aan. Dat is de leider in de puntenrangschikking, Ferdi Dieriks. Die gisteren dus de etappe won in Roeselaren. En daar achter hem dus met die gele trui aan Sean Yates, de Brit die in Nice woont. En die deel uitmaakt van die Amerikaanse 7-11 ploeg. Hier ziet u hem met het diamantje in het oor ook. Deze Sean Yates, een zeer goede tijdrijder, sterke struise man met het nummer 131 daar. Hij is de leider in deze tweede Torhout Werchter Classic. Zijn probleem kan wel een beetje zijn dat zijn ploeg niet zo sterk is. Het is inderdaad niet de sterke 7-11 formatie die we kennen uit de ronde van Frankrijk die hier aan de start is gekomen. Maar een ploeg met dus behoudens Sean Yates, Stevenson, Bob Roll, Nathan Daalberg, Elvis Norman, Roy Nickman en Scott Kinley. Ik geloof dat u het met mij eens bent, dames en heren, als ik zeg dat dat niet direct de meest bekende namen zijn. Maar ze rijdt daar toch nu vooraan met z'n tweeën uit die ploeg. 134 is de Nieuw-Zeelander Nathan Daalberg, 137 erachter Roy Nickman. Roy Nickman, een wat getaande renner, bruine huid heeft hij. Deze Roy Nickman, een man die houdt van bergoprijden, maar dan beter in de echte kools dan op die nijdige Vlaamse hellingen. Ik heb hem een paar jaar geleden eens zien dansen, echt op de kasseien. Dat was duidelijk voor hem niet zijn beste terrein. Hier in beeld ook met het nummer 185, hier Rooms, die gisterenmorgen ook mee was met de ontsnapping op weg naar Roeselaren. 192, daar is Danny Janssens. Dan hebben we Dieriks en 131 Sean Yates. Het nummer 103 hebben we daar de winnaar van Parijs-Roubaix, Dirk de Mol van vorig jaar dus. En tweede ook in Charleroi, geklopt door Sean Yates, die toen twee ritten won in één dag.
146, nog zo'n leiderstrui. Dat is Andrei Chmil, de Sovjet-Rus. 81 hier vooraan, dat is Herman Frison. En naast hem die Rus, Chmil, die even omkijkt. Hier is hij met dus de leiderstrui aan in de bergprijs. Hier hebben we met het nummer 188 Jean-Marie Verny, de Antwerpenaar, die pas op later leeftijd prof is geworden. Ludwig Wijnands zien we daar aan de overzijde van de ploeg van Jan Raas. Ludwig Wijnands die naar voren schuift. En daar de rest dus van dat peloton. Een internationaal peloton met hier een ploegmaat van Maurizio von Driest ook. Een internationaal peloton met ploegen uit Frankrijk. Denk maar aan de ploeg van Fignon en Marie uit Italië, uit Nederland. En dan de Sovjet-Russische ploeg, de Poolse ploeg ook er nog bij. Hier nog andere renners die stilaan naar voren schuiven. 166, dat is Stefan van Leeuwen. Die werd naar voren gebracht door Corneille Daams. 164 daar, dat is de zoon van Mil Daams. De gewezen winnaar van onder meer Milan Sanremo. Daar hebt u hem in het beeld. Corneille Daams. Patrick Verschuren zien we daar ook van de Lotto-ploeg naar voren komen. En daar helemaal aan de overzijde zagen we de regenboogtrui van Maurizio von Driest. Kijk, daar komt hij. Von Driest, die hier vorig jaar ook kilometers en wedstrijdritme kwam opdoen in het vooruitzicht van het wereldkampioenschap in Ronsen. U weet hoe dat is afgelopen, dat hoef ik u niet meer te vertellen, dames en heren. En Maurizio von Driest, die wou er dan ook nu weer bij zijn, omdat het hem vorig jaar zo goed bevallen was. Daar hebt u hem. De man uit Trente, uit de buurt van Francesco Moser, Maurizio von Driest. De leiderstruien hebt u al van nabij kunnen bekijken ook, dames en heren. En u hebt al gezien dat dat wat ongewone leiderstruien zijn. Zoals alles aan deze Torhout Werchter Classic eigenlijk wat ongewoon is. Dat zijn truien die ontworpen zijn door Walter van Beirendonk. Een van de zogezegde zes van Antwerpen. Een jonge groep modeontwerpers. Met onder meer dus die Walter van Beirendonk. Die zijn inspiratie is gaan zoeken in de dierenwereld vorig jaar al. Maar heeft dus nieuwe truien ontwikkeld, dit jaar ontworpen. En de leiderstrui van Sean Yates, de leiderstrui in de algemene rangschikking dus. Daar zit dus een luipaard op. Dan hebben we de puntenrangschikking met een giraf erop. Daarvoor moet je een lange nek hebben naar het schijnt om overal als eerste de punten mee te pakken. Dan de bergprijs uiteraard, de berggeit als symbool. De tussensprinten onderweg een slang, want je moet handig zijn om daar overal mee vooraan te zitten. Bij de jongeren het hert, dat het symbool moet zijn. Het jonge hert, de Bambi dan van de jeugd. En de combiné is er ook nog met de arend. De combiné, die arend die alles kan overvliegen en alles kan overschouwen. En dan is er ook nog een trui, niet helemaal officieel eigenlijk, vermits toegekend door een jury en door het publiek. De trui van de pechvogel. En daar staat het lelijke eendje op, het ongelukkige lelijke eendje. Ook dat is dus ongewoon in deze Torhout Werchter Classic, in vergelijking dan tenminste met de meer traditionele wielerwedstrijden. Maar u ziet, ze zijn maar met z'n tweeën, de anderen kunnen geen hand komen toestijken, blijkbaar. En de meeste andere ploegen die houden zich afzijdig in die achtervolging voorlopig toch. Straks zal dat misschien wel veranderen. Vanuit de helikopter zien we ze daar nog eens, die twee ploegmaats. Nathan Daalberg en Roy Nickman, de twee ploegmaats van Sean Yates. En daar dat langgerekte peloton, er zijn een paar renners uit verdwenen in de loop van de dag. Jos op het eind, die echt op het eind van zijn krachten was gekomen, blijkbaar heeft opgegeven. Zodat we nog met een 170 renners liever in de wedstrijd hebben. Dat zijn er een tiental minder, ruim een tiental minder dan we hadden bij het begin eerder deze week, dinsdag, bij de proloog in Geel. Zenden naar Roeselare. Gisteren morgen Ferdi Dirks won die etappe door in de sprint afstand te nemen van zijn twee medevluchters. Flup van den Branden en Jim van der Laar. En dan hadden we gistermiddag tenslotte de tijdrit in Roeselare, waar Frans Maassen de beste was. Maar waarin er ook pech was voor Sean Yates. Die de ritzege dan in het hoofd.
En voor Johan Museeuw, laten we dat niet vergeten. Johan Museeuw, ja, je kan hem stilaan geen revelatie meer noemen al wat hij dit seizoen al laten zien heeft. Johan Museeuw die staat vierde in de algemene rangschikking op 35 seconden van leider Sean Yates. Museeuw die gisteren weer een zeer goede tijdrit heeft gereden. Tweede was op 4 seconden. Die man is zichzelf aan het ontdekken eigenlijk in het wielrennen. Hier een trouwe luitenant, de trouwe luitenant van Adrie van der Poel, Mark Dirks. De Waaslander. Hier Ferdi Dirks, dat is een ploegmaat van Mark Dirks. Twee Dirksen, maar geen familie. Mark uit de buurt van Sint-Niklaas. Ferdi is ook wel een Oost-Vlaming uit Buggenhout. Tegen Dendermonde. Hier met het nummer 72 hebben we Jos Haaks, een van de WK geselecteerden. Er zaten er 7 in het deelnemersveld van deze Torhout Werchter Classic. Filip van Voren zien we daar ook. Hier de Solveld. En het zijn dus vooral de ploegmaatsen nu toch van Frans Maassen. Ja. Men heeft vertrouwen in die Maassen, dat is duidelijk. Die ploeg wil hier rijden. Ik ben even een praatje aan het maken met Alan Piper. De Australiër. Ja, jongens, opletten. Ja, Mark, wat betreft de bergprijs kan ik nog melden dat op die 9e helling daar net het Meesbergpad Konischef eerst boven kwam. 10 punten dus voor hem. Voor Wim van Einde 5 punten en Steven Hodge 3 punten. En het verschil is opnieuw kleiner geworden. Het bedraagt nu nog 2 minuten 50. 2 minuten en 50 seconden, Mark en dames en heren. Dat betekent dat Konischef virtueel leider is met 3 kleine secondjes. We zagen daar even Bontempi, ook Vignon daar. Kijk, Laurent Vignon komt ook naar voren naast Patrick Verschuren. Hier hebben we de Parijsenaar, de ongelukkige held dus van de voorbije ronde van Frankrijk. Jij op zo'n dramatische manier, kunnen we toch wel zeggen, verloren op die slotdag. Nooit eerder was het gebeurd. Het kleinste verschil, 8 seconden. Mark Dirks daar met Ferdi. Dirks, ja, die heeft zijn zinnen blijkbaar gezet op leidersplaats in de puntenstand. En dan zal hij vooraan moeten eindigen in de rit. Deze man is ook sterk aan het terugkomen. Guido Bontempi. De machtsprinter uit Italië, die dit seizoen veel ziek is geweest en daardoor nog niets heeft kunnen presteren. Eigenlijk zijn naam en zijn niveau waardig. Maar hij kan nog sterk worden in het laatste deel van het peloton. Hier hebben we Frank Hosten ook in goede doen eigenlijk. Frank was gisteren ook weer mee. Fons de Wolf daar op de achtergrond ook. En hier dus Guido Bontempi. Bij het binnenrijden van Rotselaar op 36 kilometer van de aankomststreep bedraagt het verschil tussen de 5 leiders en het peloton nog 2 minuten en 25 seconden. 2 minuten 25. Met andere woorden, Sean Yates is opnieuw leider. 2:25 op 36 kilometer van de aankomst. We kunnen haast zeker zijn dat de eerste 5 zullen bijgehaald worden. Daar zagen we Jan Goesens ook. En stilaan, ja, wie nog wat wil doen, die moet nu naar voren komen natuurlijk. Kijk, zo gaat er in het peloton ook even een renner een duwtje geven, deed Solveld daar, om doorgang te krijgen, om te zeggen opgelet. Ik ga je langs die kant voorbij gaan. Dat is een man die bereid is om te werken voor een ploeg en zo hebben we weer binnen een team ook nodig. De leiderstrui zit ermee vooraan. Hier opnieuw Ferdi Dirks dus, de Buggenhoutenaar. Daar hebben we die van Hooijdonk, Ferdi Dirks, die gisteren dus voor het eerst in 3 jaar bij de profs een overwinning behaalde. Maar de Ronde van België die ligt hem, heeft hij bij de amateurs ooit gewonnen en in zijn laatste jaar won hij daar ook 2 ritten in. We zijn op 34 kilometer van de streep en dat betekent nog een paar kilometer tot aan de voet van de 10e en laatste helling van de dag, de Wezemaalberg. 300 meter maar wel veel steiler dan de vorige bergjes die we daarnet hebben gezien. En het verschil is opnieuw kleiner geworden. 2 minuten en 10 seconden nog. Ja, ja, het tempo ligt hier nu hoger, dat ziet u. Daar straks werd er nog veel gepraat en zo vooraan, maar dat is gedaan. Nu zijn de renners gevonden die bereid zijn om te werken. De Belgische kampioen met het nummer 41. Voor hem daar Ferdi Dirks met het nummer 47 zagen we die. Daar hebt u hem rechts 18. Dat is dus Ludwig Wijnands. Hier Ferdi Dirks dus, de Oost-Vlaming.
hier. Frans Maassen, de winnaar van vorig jaar en nu tweede in de algemene rangschikking. Op 1 seconde, 1 kleine seconde van Sean Yates. En er wordt weer gedemarreerd. Maassen die wil een ploegmaat aan het wiel hebben, dat zagen we daar net al. Inderdaad, Yates mag daar niet zitten. Yates wil in dat wiel zitten en om dat te vermijden moet er dus een ploegmaat aan dat wiel komen. Alan Piper mag je ook niet vergeten, zit daar ook mee vooraan. Ludwig Wijnands en die voert het tempo nu fors op. Ja. Het is natuurlijk niet de allersterkste ploeg van Jan Raas die hier aan de start is gekomen. We rijden de deile kant op, dames en heren. En ik beleef nu het ontzettende genoegen om voor het eerst in mijn leven commentaar te geven vanop Kasseien. We zitten op de kasseien van Wakkerzeel. Dat betekent nog 21 kilometer tot de steep. Het verschil is nu zo klein geworden dat ze de leiders op, laat ons zeggen, 150 meter zien rijden over die kasseien. De wind staat hier ook tegen, dus voor een actie straks is dat natuurlijk wel belangrijk. Zal het zeer moeilijk worden. En het is Frans Maassen die de forcing voert met Johan Museeuw in het wiel. En Sean Yates is aan het bijten om erbij te blijven. Dus een geweldige strijd nu vooraan in het peloton. Frans Maassen geeft alles. Museeuw, Yates en dan Carlo Bomans. Dat is de kop van het peloton. En de eerste worden gegrepen. Het verschil is maar 50 meter meer. Ik zie hier Wim van Einde, Colin Scheff en Hodge rijden. En Marco Lietti. Die zetten zich recht. En op dit moment komt de hele boel weer samen op de kasseien van Wakkerzeel. Die is achtervolgens Jelfi nu. Bomans, Jelfi en Bomans links, Jelfi rechts, Bomans. Wie haalt het? Het is Carlo Bomans die klein voordeel haalt nu op Jelfi. Carlo Bomans haalt klein voordeel op Jelfi. Het is Carlo Bomans die inderdaad de etappe gaat winnen. Carlo Bomans wint voor Jelfi. En Frank van der Abele is derde, dus Bomans, Jelfi en Frank van der Abele. En dan de sprint voor de vierde plaats. Dat wordt op een goede 10 seconden. En zelfs daar gaat Laurent Fignon zich nog in moeien. Maar hij gaat niet winnen. Nee, nee, winnen doet hij niet. Het is Fondriest. Die wint voor Van der Poel. Museeuw zit daar ook nog bij. En de rest van dat groepje. En hier laat hij zich uitbollen. Het lijkt wel of hij een triathlonstuur op heeft. Zoals hij daar de positie gekozen heeft. Hij geniet erg lang, erg ver na bij zijn ritzege. Laat zich daar heel ver uitbollen. Kijk eens, gaat daar eigenlijk nog bijna eens naar de kasseien toe. Carlo Bomans. Derde overwinning als prof. Ja, ja, zegt hem. Kijken met nummer 84, Patrie ongetwijfeld. Van der Jest, Verbeken, Van Kersbulk, Verschuren, Haaks, Piper, Yates. En dan, ja, Yates op kop. Die rijdt ongelooflijk sterk. En Rolf Seurensen. Ik geloof dat ik ze nu allemaal gehad heb. Zijn er 15 in totaal. Goed, en wij zitten bij het peloton, Mark, waar het de ploeg van Domix is die de achtervolging leidt met Carlo Bomans. Hier in laatste positie, in vijfde, is dat van het peloton. Carlo Bomans, dus de ritwinnaar van gisteren. Zij hebben zich ook laten verrassen en zij gaan nu jagen. De ploeg van Frans Maassen niet, dat verwondert ons. De ploeg van Frans Maassen niet te zien. Misschien heeft Maassen net pech gehad, hier Ludwig Wijnands ook. Die speculeren blijkbaar een beetje op het werk van de Domex-renners. Die elkaar daar blijkbaar gevonden hebben. Jaar geleden hier vierde werd in de openingswedstrijd. En zo vechten ze dus naar voren. Mark, heb jij wat te vertellen uit de wedstrijd daar? Ja, jullie zien het even goed als ik natuurlijk. Het zijn vooral de mannen van Buckler inderdaad die het werk doen. Maar ook die van Panasonic. Chef Liekes wordt hier ook naar voren gebracht. Brian Hope, de winnaar van de Grote Prijs Wieler Revue hier gisteren, zit ook mee vooraan. En Carlo Bomans nu voorbeeldige gang maakt ook. En ik heb de indruk dat het Buckler team nu ook probeert te stijren achter onze camera. Dus jullie zien het beter dan ik, denk ik. Inderdaad, wij kunnen het hier allemaal van nabij volgen. Ze gaan nu links opdraaien daar, Frans. Ja, ze gaan de Kloosterstraat indraaien, denk ik. Ja. En dan begint het, hè? En dan begint het, want het is daar dat je de precies, eenmaal als je de precies, je precies hebt, die verandert niet snel meer. Of je moet wel kapot gereden hebben voordat je daar waart. Ja, en we zien ook de stijgingspercentages daar, dames en heren, van die muur van Gerardsbergen. Phil Anderson hier onder meer in beeld. Die plankaart daar ook aan de zijde van Phil Anderson. Ziet erbij, Tienne. De Wilde
hebben we daar ook Frans Maassen, de Nederlandse kampioen. Johan Museeuw zien we ook. En dan ja, die hele bende die zich naar boven vroet en vriemelt, zij aan zij. Voorlopig gaat iedereen goed mee naar boven. Gelukkig is het droog gebleven de hele dag al. Het is fris, maar het is ideaal koersweer. Gisteren hadden de organisatoren geloof ik wel enige schrik toen het ging sneeuwen en ijzelen. Maar gelukkig vandaag prima koersweer voor die openingswedstrijd. Ideaal weer eigenlijk. En daar beginnen de problemen natuurlijk van renners die elkaar gaan hinderen. Maar voorlopig nog geen valpartijen. Ja, daar toch eentje net. En we zien dat John Thalen daar wat voorsprong genomen heeft. Ja, daar is, wordt iedereen te voet gesteld nu. Aansluiten als een paternoster werd heel dat peloton weer aan elkaar gereicht. En dus werd er niet gereden achteraan en die mannen pakten 1 minuut. Maar eens dat peloton weer bij elkaar was, werd er wel gereden en zetten ze zich vooraan recht. Gevolg was dat die minuut gauw kleiner werd. En op het moment dat de 6 leiders zouden gaan gegrepen worden, vond Gerrit Solleveld dat hij toch nog moest gaan aanvallen. En hij ging dus weg. Zijn 5 medevluchters werden gegrepen. En dat is dus de situatie. 1 minuut 40 had Solleveld ook heel gauw hoor. In een paar kilometer tijd 1 minuut 25. En daarnet aan de voet van de Valkenberg opnieuw 1 minuut 40 voor Gerrit Solleveld. We zijn op dit moment 65 kilometer van de streep. En in het peloton is een poos lang ook niet gereden. Zodanig dat zelfs degenen die er helemaal op het eind waren afgewapperd op de Bosberg, waar Frans Verbeek van zei, die mannen hebben hier al meer dan 1 minuut achterstand. Wel, zelfs die mensen zijn na een poos weer komen aansluiten. Dus de situatie is redelijk duidelijk, nietwaar? 1 man op kop en de rest op 1 minuut 40. En de rest zien we hier rijden onder aanvoering van Ferdi Dieriks. Die is overgestapt van de ploeg van Walter Godefroot naar de ploeg van Paul de Baremaker. En die voert daar het peloton aan. Een peloton dat zich inderdaad nog niet druk maakt, Frans, zo te zien. Het gaat er rustig aan toe. Ja, één man. Er is maar 1 man meer voor. Gert Zonneveld, ik denk dat ze nu niet moeten druk maken. Het is nog 60 kilometer koers. Maar ik versta er niet goed uit hoe dat kan, dat die allemaal terug kunnen komen. Dat, omdat er niet gereden werd, zeker? Ja, maar in mijn tijd was het toch helemaal anders, denk ik. Dan vloog je erdoor? Ja, er waren 2 renners van 1 ploeg bij en dan waren er 4 van verschillende ploegen. Normaal moeten die blijven koersen en moeten ze van voor de boel proberen stil te leggen in het peloton. Dat die anderen kunnen terugkomen in het peloton tot daartoe, maar dat zo snel die minuut terug weg is, dat begrijp ik niet goed. En dan is de televisie er nu opnieuw bij, rechtstreeks. Ja, vaak zie je dan dat renners naar voren komen schuiven, hè? Ja, de televisie, dat is de publiciteit ook natuurlijk. Ik ben toch in beeld geweest, hè? Ja, maar dat vind ik altijd het spijtige ervan. In beeld, ik heb veel mensen die denken, mijn renner heeft goed gereden. Als een tv er is, want dan gaan ze even in beeld rijden en dan heeft hij gewerkt voor zijn kopman of zo. En dan heeft hij een excuus als hem gelost is. Dat vind ik spijtig. Ja, wij zagen even hoe er gepraat werd tussen Henk Lubberding en John Thalen. En ja, hier zijn ze aan het praten, kijk maar. Dus waarschijnlijk is een van die renners nu bij de sportdirecteur geweest, bij Peter Post of bij Walter Plankaert of Ferdi van den Houten. En heeft dan een opdracht gekregen. Ja, dat kan zijn dat hij een opdracht gekregen heeft, maar ik denk dat Post zelf niet druk gaat maken, omdat Zonneveld voor een ogenblik een minuut 40 heeft. Mijn idee is dat hij zo terug gegrepen wordt. Jij zou, stel dat jij nu sportdirecteur bent van een van de favorieten, jij zou je ploeg niet laten rijden achter die Solleveld? Nee. Hij is een ploegmaat van Gerrit Solleveld. Iemand uit de 7-Eleven ploeg gaat daar ook wat prikken uitdelen. Hier hebben we met het nummer 136 even Werner Vuller gehad uit die ploeg van Stuttgart. Geleid door Henny Kuiper. Ik vind jouw raas nog altijd geweldig. Als ik vorig jaar dat bezag in de koersen, die stuurde al de manneke voor. En de anderen die kunnen meespringen en ze kunnen profiteren in feite. Maar ja, het is ook de kunst als sportbestuurder het zo afbrengen. Hè? Ja, dat is het. Hè? Want ja, het is, laten we zeggen, vrij simpel als redenering eigenlijk. Hè? Dus waarom doet een ander het niet? Ja, waarom doet een ander het niet? Jan, die, ik denk dat hij veel met zijn renners praat. En dat is heel belangrijk, want ik heb ook in 2 verschillende ploegen gereden. Ik heb niet veel veranderd, maar dat is heel belangrijk als de sportdirecteur met een renner praat. En in groep praat, niet afzonderlijk. Want dan brengt je al 2 dracht in een ploeg. Maar Jan Raas zal openlijk spreken. Hij zal zeggen, jongens, Zo gaan we rijden. Ze zijn met 6 voor. Probeer er eentje. Het is nu juist met dat ze met 6 voor waren, maar
probeert terug te demareren, dat ze dan er pakken, dan valt het stil. En dan kunnen wij op ons gemak alles afwachten. Ja, en dan kunnen we zelf opnieuw gaan het initiatief nemen of op de sprint speculeren. Ze moeten geen initiatief nemen. Het zijn de anderen die het moeten doen nu. Hè? Het zijn de anderen die moeten werken en zij kunnen ervan profiteren. Intussen ziet u wie de motoren bestuurt en wie onze cameramensen zijn en wie de helikopter ook piloteert. Om u al deze beelden in de best mogelijke omstandigheden thuis te bewerken. 45 seconden, het peloton werd geleid door Jacques van der Poel en Carlo Bomans. En ook zij beginnen over een goede 100 meter aan de kasseistrook. Nog 45 kilometer tot de aankomststreep. 45 kilometer nog te rijden, dat betekent nog een goed uurtje wedstrijd. En met het peloton gaan we hier op die kassei komen. Met Ferdi Dieriks nu, die we daar straks ook al vooraan gezien hebben. Ja, die rijdt er veel sneller over als Zonneveld. Hè? Ja, ja, je ziet het verschil nu. Ja, ja. Met de handen boven op het stuur. Ja, dat is... Ferdi Dieriks, en in het wiel van Ferdi Dieriks zit Eddy Plankaert. En daarachter Edwig van Hooydonk. En Johan Lammerts, ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen en tweede in deze wedstrijd 2 jaar geleden. Dat zijn de mannen die de leiding hebben van de kop van het peloton op die kasseistrook. Eddy Plankaert maakte mij een heel goede indruk. Die heeft de hele koers al, waar het gevaarlijk is, altijd van voren gereden. Hè? Ja, rijdt ook zo te zien ontspannen, wel wat een grimas om de mond. Ja, maar dat doet hij dikwijls. Ja, en hier komt iemand anders naar voren, dat is Jean-Claude Colotti weer. Oh, tussen de motorrijders daar, ja, daar zou toch wat meer verschil moeten gemaakt worden. Ja, en Colotti spreekt Frans, Merde roept hij en hij heeft gelijk ook, want we zitten hier met veel te veel motoren. We gaan de anderen naar voren steken, wij gaan blijven. Dat is ook een tactiek natuurlijk. Dus je ziet het daar, Colotti, tussen de motoren. Iedereen probeert natuurlijk zijn werk te doen. Iedere verslaggever, iedere fotograaf wil het beeld, wil het moment kunnen beschrijven van op liefst korte afstand om het allemaal zo levensecht te maken. Maar Colotti is dus op die kasseien in de tegenaanval gegaan. Dat is een Fransman die zich daar thuis op voelt blijkbaar. Ja. En hier zie je dus de weg die overstroomd geweest is. Dus op bepaalde plaatsen was het te gevaarlijk om de renners daarover te sturen. Ja, dat ging wat bergaf daar en dan nat en op steen en dan gaat je snel onderuit. Hè? Ja, ja, ja. Hij zoekt elk metertje asfalt dat er ligt even op. Ja, ik deed dat ook in mijn tijd toch. Het kan goed doen dan, hè? Even dat gedokker kwijt zijn. 5 meter asfalt, dat is precies dat je een heel ander man wel bent. Ja, Colotti dus is weggegaan op die kasseien. 15 seconden denk ik dat die is van Zonneveld. Dan moeten we Zonneveld daar zien rijden, waarschijnlijk inderdaad. En vandaar dat die motoren, die zaten allemaal rond Zonneveld ook. En dat is soms een moeilijk punt dan, dan moet je daar snel wegraken. Maar de weg is smal. Ja, het kan ook in zijn voordelen een beetje zijn. Hè? Ja. Een langgerekt lintus is dat peloton geworden op die kasseien. En dan hebben we straks dus de laatste helling nog. En we krijgen daar blijkbaar een hergroepering ook. Ja, Jeff Liekes die naar mij geluisterd heeft, heeft het peloton weer bij elkaar gebracht. Die kopgroep, laat ik het zeggen, een heel omvangrijke kopgroep dan wel. Jeff Liekes in goede maar, doen. Er is toch geen samenwerking, Mark, vind ik, in die kopgroep. Nee, het blijft een beetje naar elkaar kijken. Ja. Men kijkt vooral veel om. Ik denk dat dat vroeger toch anders lag. Als je met een 25, 30 man weg waart, dan werd het toch gekoerst in wireverum. Maar nu, het is een heel ander koers als vroeger, denk ik. Ja, men kijkt een beetje uit nu wie er mee is van de ploeg. Hier hebben we Guy Nulus bijvoorbeeld vooraan. Men kijkt een beetje uit van wie is mee en wie niet van onze ploeg. En van de andere ploegen natuurlijk ook. Zijn er favorieten die zich laten verrassen hebben of die pech gehad hebben? Ja, maar ik heb dikwijls geweest, maar ik vroeger dat ik alleen mee was. Maar ik rijd ook mee rond, want tenslotte, je moet erbij zijn om te kunnen winnen. En als je altijd de ander laat terugkomen, ja, dan kan er weer een ander weggaan. En je moet zelf de inspanningen doen voor ze gaan te halen. En opnieuw demarages daar, de ene na de andere nu. Hedwig van Hooydonk met dat lange lijf van hem kromt zich. Je hebt een hele goede indruk. Hè? Ja, rijdt erg goed mee. We hebben daar ook Jan Goeses gezien.
Hier achteraan Jan Goesens, die probeert aan te pikken ook en daarin slaagt. En nog andere renners komen terug. Het valt wel stil, hè? Phil Andersson die alles terug bijbrengt, denk ik. Ja, of is daar toch? Ah, er is een kloofje gevallen.